deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je net hebt kunnen zien heb ik voor vandaag een Zalando shoplog. En ik heb voor een pashokje shoplog at home gekozen, want de vorige keer werd dat best wel goed ontvangen door jullie. Ik heb een behoorlijke bestelling geplaatst bij Zalando. Ik heb daar een aantal maanden geleden, kan goed al een jaar geleden, ook al een keer een video van opgenomen. En die werd heel erg goed ontvangen door jullie, dus dankjewel daarvoor. En omdat ik nu recent ben bevallen, had ik weer zoiets van, ja weet je, nu mag ik weer lekker shoppen voor mezelf. Laat ik eens een keer weer bij Zalando gaan kijken. Ik had de vorige keer echt gewoon één doos waar alles in zat en nu, ik zal het even laten zien, heb ik 4 pakketjes. En ja, Zalando, jullie zijn er waarschijnlijk allemaal bekend mee. Die werkt natuurlijk met verschillende organisaties samen. Dus ik heb een aantal dingen van de Zalando site zelf. Maar ik heb hier ook iets van Bestseller, van de CNA. En ik heb hier nog iets liggen en dat was Zalando Retouren. Ik weet niet wat dat precies is. Maar in ieder geval genoeg spulletjes die ik graag met jullie wil delen. Dus als je benieuwd bent naar wat ik heb geshopt, blijf dan vooral kijken. Vergeet niet alvast die duim omhoog te doen en je te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Zoals jullie van mij gewend zijn, zal ik alles linken in de beschrijving, mits het niet meer online verkrijgbaar is. Wat ik dus al zei, ik ga een pashokje shoplog at home doen. Zeker met een newborn is gewoon passen in de winkel voor mij echt not done. En ja, Zalando kun je niet echt in de winkel shoppen. Voor jou legt dat uit, dat is natuurlijk gewoon een online webshop. En ik had zoiets van, ja, ik vind het op die manier ook wel wat leuker en wat vlotter. Ik kan wel natuurlijk per item vertellen wat het is, maar kan het misschien beter om mezelf laten zien. Hou er wel rekening mee dat ik recent ben bevallen, dus dat mijn lichaam nog niet helemaal optimaal is. En ik had nou ook niet zo heel veel zin om een corrigerend broekje aan te trekken. Maar ik ga het gewoon aanpassen. Ik ga de camera van het statief afhalen en ik ga jullie meenemen naar de spiegel. En dan in ieder geval heel veel kijkplezier. We beginnen de pashokjes shoplog met dit blouse-jurkje. Die is van Vero Moda, €19,99. Ik heb hem in maatje XL. En in een van mijn vorige video's hadden jullie al gezien dat ik zo'n wit strandjurkje had besteld bij de H&M. En die vond ik echt helemaal fantastisch. Het enige nadeel was dat dat gewoon net niet mijn model was. Dus ik had zoiets toen ik deze zag van misschien is het iets meer mijn model. Maar wat ik hier aan mis is dat broderie, dus dat opengewerkte. Ja, hij schijnt wel een beetje door, maar ik heb er een zwarte top onder. Ik heb er wel een riempje op gedaan om hem een beetje accent te geven, want anders voelde ik me echt een beetje een tutje als het ware. Het is natuurlijk ook wel een beetje een tuttig modelletje. Op zich vind ik hem leuk, maar ik had liever gehad dat dit een beetje open stond, dat je een beetje huid ziet. Maar zoals je kan zien, dat gaat gewoon heel de tijd dicht zitten. En dat, ja, ik word er een beetje benauwd van. En ik twijfel helemaal ook wel een beetje of dat het wel helemaal mijn ding is. Ik heb natuurlijk nog genoeg andere dingetjes liggen hoor. Dus dit is in ieder geval voor mij even een twijfelgevalletje. Maar op zich het materiaal en het idee vind ik wel weer heel erg leuk. Maar ik weet niet of dat dit voor mij geschikt is. We gaan snel door naar het volgende item. Het volgende item is weer zo'nzelfde soort jurkje als net. Toch weer net even wat anders. Maar ik gaf toen ook al in die H&M shoplog aan dat ik wel op zoek wilde gaan naar zo'n soort jurkje. Want dat vind ik wel heel leuk voor de zomer. Deze is van de CNH, €29,99. Ik heb het in een maatje 44. En waarbij ik bij die andere dat gehaakt heel erg miste, vind ik het hier net even iets te veel. Ik heb meer, ja, ik vind hem qua model wel weer leuk. Maar ik vind het too much. Ik wil liever een beetje die tussenweg. Mijn dochter zegt net dat die wel heel leuk stond. Ik heb er een beetje mijn bedenkingen over. De mouwen, zoals je kan zien, zijn wel gewoon doorzichtig als het ware. Binnenzijde is wel helemaal gevoerd. Ja, hij schijnt ook weer een beetje door. Maar ja, ik heb een zwarte top aan en onder wit zie je dat gewoon heel erg goed. Ik vind dit effect dan wel weer heel erg leuk. Want je hebt toch een beetje dat open halsje. En ja, deze geeft me al wel wat meer die Ibiza vibe dan dat andere jurkje. Maar ook over deze ben ik nog steeds niet helemaal overtuigd. De maat zit verder heel erg goed. En zoals je kan zien is die band hier, ja, die wil ik echt onder mijn borst hebben. Waardoor je daar die riem op kan doen. Want hier zit mijn taille en hier eindigt die naad. Dus ik weet het niet zo heel erg goed. Ik denk dat ik hier gewoon nog heel eventjes over na moet denken. Het volgende item wat ik aan heb is deze jumpsuit van Only. Ik heb hem in een maatje 44 en hij was €34,99. Maar er stond op mijn pakbon aangegeven dat het met korting was. Dus ik weet niet de originele prijs. Maar ik dacht, ik laat eens iets bestellen wat way out of my comfort zone is. Ten eerste vind ik het wel echt een heel leuk ding. En ik ben ook best wel surprised dat het me past. Maar je hebt wel iemand nodig om hem aan te trekken. Want ik zal heel even de achterkant laten zien. Hij staat bij mij een beetje open, maar dat is met een allemaal met knoopjes, ja, die krijg ik echt in mijn eentje niet dicht.
Maar op zich, hij past. Ik weet alleen niet zo heel goed wat ik ervan vind. Ik moet sowieso wennen aan het feit dat die pijpen niet strak aan mijn benen zitten. Ja, ik weet niet. Ik vind het materiaal. Ik had eigenlijk verwacht dat het zo'n t-shirtstof is, maar het voelt meer een beetje als, hoe leg ik dat uit? Als blousjesstof of zo. En ja, zeker als je wandelt, vind ik dat een beetje akelig aanvoelen. Playsuits vind ik wel echt helemaal fantastisch, maar die eindigen natuurlijk tot hier. En dit, ja. Nee, ik merk gewoon aan mezelf, hoe meer ik erover praat, dat ik mezelf eigenlijk zit te vertellen: oh, het is een leuk ding. Maar ik word er gewoon niet enthousiaster van. Ik vind het printje wel heel erg leuk. Hij heeft zakken. Vind ik ook wel echt een pluspunt. Ja, en ik moet er sowieso een corrigerend broekje onder. Want ik vind nog steeds dat je te veel mijn, ja, zwangerschapsbuikje ziet. Of mijn nazwangerschapsbuikje. Nee, het is niet helemaal waar ik me comfortabel in voel of zo. Maar ik vind hem wel weer heel erg leuk. Nou, dit is alweer wat meer mijn ding. Al vind ik hem nog steeds niet je van het. Het is een maxi dress, ook van Only, 34,99. Wederom was er ook weer een korting. Ik weet niet wat dat was, maar 34,99 stond op de bakbon en ik heb hem in een maatje 42. En als allereerste vind ik die print echt fantastisch. En maxi jurken, daar kun je me voor wakker maken. Maar zoals je kan zien, hij schijnt behoorlijk door. Het enige wat is gevoegd is de bovenzijde. En daar is ook eigenlijk hetgeen waar het meeste mis mee is. Want je kunt zien, hij is gewoon, ja, hij heeft de ruimte. Alleen die voering die erin zit, is veel te strak ingestikt. Want zoals je kan zien, hier is eigenlijk mijn BH-bandje. En hier zit het bandje. En als ik hem dan aan deze kant toe trekt, dan trekt hij daar weer. Dus de stof hier heb ik genoeg ruimte over. Maar de stof binnenin voelt echt een beetje strak aan. En zoals je ook kan zien, klopt deze naad ook niet helemaal. Dus een beetje een mislukte maxi dress. Maar ik vind het printje wel erg leuk. Ik hoop niet dat dit zo'n flopshop-log gaat worden. Want ik had het idee dat ik zoveel leuke dingen had besteld. Maar tot nu toe zijn het nog geen kanshebbers van, goh, die houd ik. Ik heb nog een aantal dingen te gaan, dus wish me luck. En dan heb ik deze jurk van Villa aan. Maatje 42, 31, 99. Ja, ik zal maar meteen gewoon met de deur in huis vallen. Hij is gewoon veel te strak, zoals je kan zien. Dit knoopje staat echt opknallen. Ja, je kunt van de zijkant ook zien, mijn borsten zitten er echt in gepropt. En dat te bedenken dat die andere jurk ook een 42 was en die paste wel gewoon. En dit is ook een 42 en deze past gewoon totaal niet. Ik vond de kleur en de print heel erg mooi. Dat Tabasco stond erop, een beetje dat terracotta is het. Maar nee, dat is hem ook niet. Ik vind hem al wel heel leuk. Ook weer zo'n jurk, die kun je prima in de zomer dragen. Dadelijk in het najaar kun je hem ook gewoon goed doordragen. Er zit hier een koordje, waardoor je hem wat tailleren kan geven. Ondanks dat ik niet zo van midi-lengte jurken houd, vind ik het wel leuk. Maar nee, hij is gewoon te klein. Helaas. Volgende item is van Jacqueline de Jong. En dat is eigenlijk een soort van ondermerk onder Only, als ik het goed zeg. En dit was eigenlijk een heel basic zwart midi-jurkje. En qua materiaal vind ik hem heel fijn. Maar ja, ik moet hier, als ik dit zou houden, zou ik hier sowieso een corrigerend ondergoed onder moeten doen. Want ik zie hier eigenlijk wel alles in. Ik weet niet of dat het te zien is, maar er zit hier ook een ceintuurtje. Een heel makkelijk basic modelletje. Ik heb hem in een XL en hij is 19,99. Eigenlijk gewoon een jurkje als je gewoon even niet weet wat je aan moet trekken. Je kunt hem prima updressen met een riempje en leuke schoenen eronder. En je kunt hem daar ook richting het najaar weer dragen met eventueel een jasje eroverheen. Ja, vrij basic. Ik kan er eigenlijk niet heel erg veel over zeggen. Ik weet ook niet of dat ik het bij mezelf heel leuk vind. Oh. Nou ja. Ik vind dit in ieder geval al lekkerder zitten dan de jurkjes die ik net aan heb gehad. Dus dat is al wel een pluspunt. Maar ik ben nog steeds niet 100% overtuigd. Nou, eindelijk een item gevonden die ten eerste past. Die ik ten tweede leuk vind. En ook nog eens enigszins betaalbaar vind. En dat is deze blousejurk ook van Villa. En deze is in een maatje 44, is 39,99. Wederom hou er rekening mee dat ik hier nog een corrigerend broekje onder doe. Dus dat je deze hammetjes niet ziet. Maar ja, hier ben ik heel erg blij mee. Ik hou sowieso van zulke jurken. Ik vind dat echt fantastisch. En zoals jullie weten, hou ik ook van deze print. En dit is gewoon heerlijk voor de zomer. Het is zo lekker luchtig. Maar ook weer zo'n item kun je prima doordragen. Ik vind het materiaal ook echt heel fijn aanvoelen. Je kunt natuurlijk de knoopjes zo ver mogelijk opdoen wat je zelf wil. Ik vind het echt fantastisch. Ik zou hier wel een andere riem om doen. Nou zit er een lintje om. Puur om het een beetje te breken ook. Maar dit vind ik in ieder geval, ja, over deze ben ik echt heel erg te spreken. Ja, deze ga ik sowieso houden. Die vind ik echt heel erg tof. Nou heb ik ook nog twee topjes voor jullie. En eentje daarvan is deze van Pimkie. Kindermaatje 44 is 15,99 euro.
En ik dacht zelf op internet dat die iets langer was. Maar zoals je kan zien, dit is nog een zwangerschapsshortje van mij. En die komen tot hier. En dit valt er echt net overheen. En daar word ik wel een beetje ongemakkelijk van. En ik dacht, oh, dat is leuk, weet je wel. Dan kun je... Ik had hem eigenlijk tot hier eigenlijk verwacht. Want dan kon je hem nog een beetje op een high-waisted broek doen. Maar ik heb geen high-waisted broeken die zo hoog komen. En ik voel me er ook niet heel comfortabel bij als je hier een beetje huid van mij ziet of zo. Maar ik vind het wel een heel tof blouseje, zeker ook voor dat geld. Hij zit ook gewoon verder hartstikke goed. Ik vind dat printje leuk. Ik vind hier zo'n knoopdetailje wel echt leuk. Maar hij had echt een centimeter of 10 langer moeten zijn. Vind ik heel jammer dit. Maar ja, deze shoplog zit sowieso al vol floppen, dus deze kan er ook wel eventjes bij. En het laatste item van deze pashokjes shoplog is deze top. Wederom van Jacqueline de Jong, of hoe ze het op Zalando zouden hadden aangeven met JD, Griekse I of GDY. Ik weet niet hoe je dat anders moet uitspreken. En dat is een beetje een opengewerkte top. Ik heb hem in een maatje 44-12-99. En dit is dan wel weer heel mooi. Ik heb er nou dan een zwarte top onder. Om dan bijvoorbeeld iets van een bralette of gewoon een... Ja, in mijn geval gewoon een zwarte top onder te doen. Ja, ik vind hem eigenlijk wel heel erg tof. Hij zit ook wel heel erg lekker. Het materiaal is gewoon heel erg fijn. Het is natuurlijk heel lekker luchtig voor de zomer. En dan zeker op een shortje. Ik heb nou natuurlijk weer dat zwangerschapsbroekje aan. Of op een rokje als je hem dan een beetje zo in die rok hebt zitten. Of in een broek of... Ja, met deze top kan ik in ieder geval nog wel een aantal kanten mee op. Dus die vind ik ook wel leuk. Zeker voor dat geld. Volgens mij was deze ook in meerdere kleuren. Maar ik ben eigenlijk voor een witte variant gegaan. Dat is een keer wat anders dan zwart. Dit is wel een blijvertje. Ja, deze vind ik leuk. Nou, dan was dit de pashokje shoplog at home van Zalando. Helaas vond ik het een beetje tegenvallen. Maar ja, ik ben ook pas recent bevallen. Mijn lichaam is nog helemaal niet het oude. Dus misschien ben ik ook gewoon nog te snel geweest met dingetjes bestellen. Maar het waren wel allemaal dingetjes out of mijn comfortzone. Dus ik had zoiets van, ja, weet je, ik ga het gewoon proberen en dan zien we het wel. Ik vind het jammer, want er zaten echt superleuke items tussen. En toch hoop ik jullie wel een beetje te kunnen inspireren. Ondanks dat het bij mij dan niet zo geweldig stond. Ik ga dit in ieder geval eventjes selecteren van wat ik wel gehouden en wat ik niet gehouden. Maar waarschijnlijk is het vrij weinig wat ik gehouden. Nogmaals, de linkjes van de items staan in de beschrijving, mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Voor nu wil ik jullie uiteraard heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Laat me even in de reacties weten wat jouw favoriete item was en of dat je nog eventuele suggesties hebt. Vergeet niet om deze video een duimpje omhoog te geven en je nog eens te abonneren op mijn YouTube kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En hoop ik jullie snel te zien bij een volgende video. Doei!